Na de parade en de door het publiek zeer geprezen show op het Koopmansplein worden de trucks optimaal geprepareerd voor de races. Het deelnemersveld bestaat uit 15 verschillende teams. En daarbij twee Nederlanders. Erwin Klein-Nagelvoort uit Rijssen en Kees Sandberg uit IJhorst. Allebei juichen ze toe dat de races weer in Assen zijn. Ja, dat is geweldig. Het is altijd leuk om op eigen grond te rijden. Zeker Assen. Het is bij ons natuurlijk op steenworp afstand. Ik woon dan niet helemaal in Drenthe, maar ook maar net niet. Maar nee, het is heerlijk dichtbij en het is ook een prachtig circuit. Het circuit ligt er prachtig mooi bij. Ja, heerlijk. Ja, het is mooi om weer in Nederland te racen. Ik ben blij dat het weer teruggekomen is. Mooi dicht in de buurt. Ik vind dat mooi. Er is veel verschil tussen de teams. Het Buggyra-team met de Tsjechische Europees kampioen David Vršecký is full professioneel. En de Hollandse teams zijn, zeg maar, privérijders. Nou ja, goed, er zit gewoon een niveauverschil tussen. Daar ga ik geen ingewikkeld verhaal over houden. Dat is, wij zijn een privéteam, dat zijn echt de, zeg maar, de fabrieksjongens. En daar zit gewoon een niveauverschil tussen. En dat zal zich ook gewoon laten zien. Maar wij proberen natuurlijk wel dat verschil zo klein mogelijk te houden. En dat gaat ons redelijk goed af. Maar alle ogen zijn gericht op twee teams. De Rode MAN van Antonio Albacete en de Buggyra van David Vršecký. Yeah, I like the track. It's quite good, and the changes and all that new part is quite challenge, so I'm happy. Het is zaterdagmiddag. De eerste race begint. Het is een rijdende start en gelijk al maken Albacete en Vršecký het verschil. Albacete wint gemakkelijk. Voor Kees Sandbergen eindigt de race in mineur. Hij valt uit. Terwijl we eigenlijk vanaf begin af aan heeft het niet echt goed willen lukken. We hebben heel veel rare kleine pechgevalletjes gehad die je normaal net niet hebt. En nu net op de verkeerde momenten. Dus wou niet mee zitten. Dit was de derde race op zondagmiddag en weer gewonnen door Antonio Albacete. We won two races and second in the other two. We've been faster, so I'm very, very pleased for all the team, for Cepsa, for MAN. So I just hope to keep in this way for the next races, you know. But it's going to be difficult because they are going to be quick also. So I think it's going to be a good championship this year. Ondanks een klein schuivertje op zondag is Erwin Klein-Nagelvoort tevreden. We hebben veel problemen gehad, veel rook, weer rookproblemen, maar al met al was het mooi een leerweekend. En dan naar de vierde en laatste race. De beste 8 van de derde race starten in omgekeerde volgorde. Dus start nummer 8 op pole en start de winnaar op plaats 8. Albacete is op stoom. Hij ligt tweede, maar moet uiteindelijk de Duitser Haan voor zich dulden. Toch is de Spanjaard blij met zijn optreden in Assen. Well, very difficult because the last laps the tires are not so good and it's very difficult to pass with the trucks, you know. And I think maybe I couldn't challenge to be first, but I was good with second place. I was happy. Klein-Nagelvoort heeft dus veel geleerd en ook wel met een schuin oog naar de professionele teams gekeken. Ja, die zijn zo snel, dat is onvoorstelbaar. Ja, maar wij komen wel steeds dichterbij. Ja, die top zullen we nooit halen, dat geloof ik niet. Maar we komen wel steeds verder en dan is, dat is voor ons ook mooi. Maar we zijn toch amateurteams en dat is helemaal profi's. Dus ik vind dat het goed gaat. Zandbergen had dus veel pech en terwijl het er op vrijdag nog zo goed uitzag. Ja, absoluut. Absoluut. Heel veel positieve respons gehad van heel veel verschillende kanten. En, dus je wil ook je beste beentje voortzetten en dan ja, helaas, het zat er niet in. Het was ons niet gegund. Ondanks het tegenvallende bezoekersaantal, zo'n 8000 mensen over 2 dagen, is de Duitse organisatie ADAC blij weer terug te zijn in Assen. Wir sind eigentlich also sehr zufrieden. Das war ein schönes Rennwochenende. Wenn auch der ein oder andere Zuschauer vielleicht, die hätten wir noch gern mehr gesehen. Aber insgesamt war es ein sehr erfolgreiches Wochenende und es war einfach wieder schön hier in Assen auf der Rennstrecke zu sein. Volgens de ADAC komt er ook volgend jaar weer een truckrace in Assen.